drie woorden die bij u opkomen bij het bekijken van deze tentoonstelling? Het zijn misschien wel een beetje cliché woorden, maar innovatief, verrassend en voorkennis. Indrukwekkend, esthetisch, beleving. Luchtig, vrolijk en uitnodigend. Prikkelend, mooi. Het geeft zin om verder te ontdekken. Bij mij komt naar boven dat het iets heel fris is, eigentijds. Het is tegelijk heel trouw aan wat er in de Bijbel is, maar het wordt op een heel eenvoudige manier gebracht. En ik denk dat er eigenlijk iedereen zal een zekere vreugde aan beleven. Dit hebben we niet bij Musea Brugge, dus op die manier springt het er al uit door het thema uiteraard natuurlijk, door de Bijbel, het hele verhaal er rond. Dat soort musea hebben we niet. Eerste zicht is het heel mooi, esthetisch, dus zeker iets dat aantrekt, dat je triggert om meer en dieper te gaan. Tegelijkertijd ook qua sfeer rustgevend eigenlijk, wat ook wel tof is. Het is niet zomaar een tentoonstelling waar je zo wat rondloopt en waar je ook als buitenstaander inkomt. Je wordt echt ook verplicht ook door de vormgeving om erin mee te gaan. En het is net dat, ja, ik denk dat het woord belevingscentrum in dat opzicht heel goed gekozen is. Ja, die zijn wel heel positief. Wij werken allebei in de erfgoedsector, de museumsector. Dus we zijn wel verheugd en positief verrast dat dit toch niet evidente thema heel professioneel wordt ontsloten en op een heel publieksvriendelijke manier. Ja, ik ben ook heel verrast. Ik ben vroeger nog in het Bijbelhuis in Zevenkerken geweest. En dit is voor mijn, ik noem het een upgrade naar business class. Het is van een fantastische metamorfose dat het Bijbelhuis heeft ondergaan. En ik denk dat de toegankelijkheid naar een veel breder publiek zeker ten goede zal komen. Ja, absoluut. Ik moet zeggen dat ik vooral gegrepen ben door het einde. We komen uit bij een ruimte met enorm veel interessante en mooie boeken. En na de rondreis, die inderdaad mooi opgebouwd is, eindigen we bij een plek die gezellig is en die uitnodigt om verder te lezen. Het is heel duidelijk dat je een weg aflegt, hè? En dat er in elk van de drie zalen een tweevoud is. Dat je kunt kiezen voor Mozes of voor Jezus, voor Torah of Evangelie en voor kerk of synagoge. En dat ook het verband tussen beide telkens zeer goed wordt gelegd. En op het einde van de tentoonstelling is er een heel mooi paneel, vind ik, met een aantal getuigenissen van mensen die gewoon zeggen wat zij zelf in de Bijbel hebben ontdekt voor hun eigen leven. Dat vind ik een heel belangrijke link. Wel, het aha-moment, zogezegd, over de inhoudelijke storytelling, waarbij dat we die metaforen van de Bijbelse verhalen konden vertalen naar een hedendaagse insteek, was eigenlijk wel het concept van durf jij? Durf jij het onbekend terrein verlaten? Durf jij een stap te zetten in het ongewisse? Durf je uitdagingen aangaan, te springen en dergelijke meer? Voor mij is heel die Bijbel eigenlijk één grote liefdesbrief. En hij is elke tijd opnieuw wordt die geschreven, aangepast aan de mensen van toen. En daarom is in de tentoonstelling natuurlijk ruimte voor de verschillende tijden waarin dat boek altijd weer herschreven is, in nieuwe situaties, met nieuwe mensen. En daar wordt hier kennis mee gemaakt.